Hey Saar. Hey Saar. Hey, ik heb echt iets superleuks. Ja. Ja. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het materiaal leuk. Ik vind het heel tof waar we mee aan de slag gaan. En alles is leuk, toch? Het is helemaal nieuw. Het is helemaal nieuw. Want wat gaan we doen in juli? De box van juli. We gaan namelijk kleien met leer. Mm-hmm. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, maar als je het ziet, denk je echt, oh my god, super cool. Oh my god, dit wil ik hebben. Ja. Het is een samenwerking, want ik vind leer vind ik zulk bijzonder en eigenlijk ook wel bijna een soort van specialistisch materiaal. Ja. Je moet echt even weten wat je ermee doet, wat je ermee kan, hoe het werkt, tips en tricks. Dus we hebben een samenwerking. Ja. Samenwerking met Sas de Vries uit Haarlem. Dus dat is leuk, want we zijn lekker in de buurt. Hemelsbreed, 20 kilometer. Ja, we komen binnenkort op de koffie. Inderdaad. En Sas de Vries, die zegt, ik hou van duurzaamheid, ik hou van ambacht, minimalistisch design. Ze heeft een tiny house in Haarlemmer kweektuinen. En ze maakt een hele collectie tassen van duurzaam leer. Ze geeft ook wel wat cursussen en ze maakt vooral lederwaren in opdracht. Ja. En ze zei tegen mij, dat vind ik ook eigenlijk het allerleukste om te doen. Want dat is echt een soort prestige object wat je dan ophaalt. Je bespreekt alle wensen, alles erop en eraan. Zij maakt die tas helemaal van A tot Z zelf. En ze zegt, die mensen die dan bij mij komen om die tas op te halen. Ja. Dat is een cadeautje voor hun en een cadeautje voor mij. Ja. Dat is echt heel leuk. Het lijkt me echt heel leuk om aan te mogen werken. Ja, toch? Ja, ja. En ze heeft dus ook gewerkt aan de DIY-box voor jullie. Ja. En we gaan dus leerkleien. We gaan met de handen in de klei. Maar met dan handen in de klei, ja. Met leer. Het is echt bijzonder. Het is echt heel leuk. Nou, het is dus, het heet wet molding ook wel. En wat gaan we doen? We gaan deze schaaltjes maken van leer. Het is plantaardig gelooid leer. Dat heeft ook heel veel voordelen. Het zijn dus geen restpartijen. Want die zijn vaak, dat is vaak chroomgelooid leer. En dat doet zij dus niet. Want dat plantaardig gelooid leer heeft heel veel voordelen. Onder andere bijvoorbeeld dat je ermee kan worden begraven. En dan gaat het op in de natuur. Dus als je je allermooiste sieraden mee wilt nemen, dan doe je ze dus in jouw mooie schaaltje. En dan? Ja, leg je zo'n soort van Egyptenaar op je borst. Ja, precies. En dan neem je het mee naar het hiernamaals. Bijvoorbeeld. Je mag ook gewoon het bakje in je huiskamer zetten. Zeker. En daar je sleutels op bewaren. Ja, of je sieraden of je accessoires. Zoiets, dat mag ook. Ja, ik gaf wel even een kleine knipoog, want dat is ook een hint naar een box in de nabije toekomst. Oh ja. 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 Deze box sluit perfect aan op de box van augustus. Dus eigenlijk wil je deze box sowieso doen. Nou, want deze box wil je. Ja, je wil hem sowieso doen vanwege het ambacht. Het is echt een ambacht. Ja, dat vind ik echt wel en heel bijzonder. En materiaal. En omdat hij dus matcht met de volgende. Met de volgende box. Ja. Ja. Twee schaaltjes. Het is een leer met een gladde kant. En met een, ik denk dat je dit suède kant noemt. Ja. Ja. Dus je kunt twee schaaltjes maken. Deze voorbeeldschaaltjes zijn ook gemaakt met aan de ene kant dus de gladde buitenkant en de suède binnenkant. En aan deze kant de gladde binnenkant en de suède buitenkant. Ja. Maar dat is aan jou. Vind ik wel leuk. Je hoeft dus niet te kiezen. Je kan allebei maken. Je kan allebei maken, want het leer wat je erbij krijgt is groot genoeg. Ja. Er zitten twee schaaltjes bij. Er zit een Stanley mes bij. Let op. Super scherp, zijn ze er al bij. Het is geen Stanley mes, hè? Het is een scalpel. Scalpel. Dus scalpel. Ja, scalpel. Dan zit er nog bij een doekje. Schuurpapiertje. Ik hou ervan hoor, alles zit er gewoon in. Ja. Hier twee soort balsempjes. Dit is voor deel 2 met een T erop en een C. Dus let even goed op wat je wanneer nodig hebt. Ja, en dit is denk ik een soort, ik denk dat je hem daarmee in de vorm stampt. Ja, daar kan je mee. Een soort vijzeltje lijkt het wel, ja, van hout. Dat zit erin. En in de instructie kun je dus een QR-code scannen en dan kom je bij de handleiding. Degene die een instructie op papier willen, die zit gewoon in jouw box. Die sturen wij daar even bij in. En ze heeft ook een video. En in principe
staat alles erin. Het is een DIY in twee delen. Dat zeg ik er even bij. Ja. Dus je gaat eerst aan de slag met deel 1. En deel 1 is het leer... het schaaltje overtrekken. Dan zorg dat je het leer uitsnijdt. Dat overtrekken kun je of met een potlood doen. Wij gaan even kijken of we dat ook direct met die scalpel kunnen doen. Dus dat je het contour overzet. Bakje op zijn kop en dan overtrekken. Dan snij je het uit. Dat moet je even voorzichtig doen. Dus beter is om een aantal keer te snijden en niet in één keer... Want dat is niet handig. En dan ga je het leer 10 minuten laten weken in een bak met water. Dus pak even een grote kom met water. En dan vorm je het in het schaaltje. En dan is het een kwestie van 1 à 2 dagen drogen. Dus 24 tot 48 uur. En dat ligt een beetje aan de kamertemperatuur. Nou, die zal in juli niet, best lekker zijn. Niet heel onaangenaam zijn. Dus ik leg hem vooral niet op de verwarming. Nee. Dat je inderdaad in de maand juli niet warming aan hebt. Als het allemaal goed gaat, dan is dat niet nodig. Nee, dan is dat niet nodig. Dus dan kan je gewoon lekker het bakje ergens leggen. Ja, en je laat hem drogen in het bakje. Dus vandaar dat er ook echt twee bakjes bij zitten. Want je maakt er eigenlijk twee bakjes tegelijk en je laat ze drogen in dit bakje. En dan ga je aan de slag met deel 2. En dat is eigenlijk helemaal het modelleren, eventueel nog het schuren, het balsemen. Nee, dat is echt helemaal het volgende deel. Er staat ook in de instructie dat het leer echt wel heel gevoelig is voor bijvoorbeeld je nagels of kleine krasjes. Ja. Dat is natuurlijk aan de ene kant lastig. En aan de andere kant zei jij heel grappig. Ik kreeg meteen een idee. Ik dacht, we kunnen erin stempelen misschien. Ja, reliefstempels. Reliefstempels. Ik heb mijn stempelset. Tada! En er zit ook een hartje bij en er zit een bloemetje bij, maar ook letters. Dus ik dacht, misschien kan je wel keys erin stempelen. Vind ik wel leuk. Of gewoon een bloemetje, een hartje. Een bloemetje. Ja, dus dat gaan we even proberen of dat lukt. Ja. In deze video, als Saar het kan, kan jij het ook. De officiële instructievideo is natuurlijk gemaakt door Sas de Vries zelf. Ja. Kijk met ons mee. We zetten zo de camera's op onze handen. En dan kun je lekker kijken naar deze box van jullie. Ja. Ik heb echt helemaal aan de slag gegaan. Ja, ik ook. We gaan lekker met deel 1 beginnen zo. Oké, komt-ie. Daar zijn we weer. Ja. Nou, je bent ongeveer 10 minuutjes bezig geweest met het uitsnijden van het leer. Per rondje. In de tutorial van Sas staat een snijmat. Wij hebben het op gewoon een stuk karton gesneden. Ja. En trek de vorm van het schaaltje om met een potlood. Ja. Nou, het is hysterisch, maar waar, in dit hele pand geen potlood te vinden. Dus hebben wij hem gewoon met die scalpel omgetrokken. Ja. Toen uitgesneden. Dan zie je ook meteen hoe scherp de scalpel is. Ja, mega. Ik snee al een stukje van een plastic bakje. Ja, het,
echt dus dit heel moet je echt, scherp. Dit is geen grap. Je nee. moet hem echt niet proberen, oh, hoe scherp is hij? Hij is scherp. Het ja, is een scalpel. Dus doe dit in rust. Niet gehaast. Nee, niet even van de boven Niet even kijken. Snel tussendoor met je kinderen. Echt voorzichtig. Ja. En er zit geen beschermmoesje bij. Dus je moet hierna hem ook niet laten slingeren. Nee, want je breekt hem af en dan kan je hem gebruiken, zeg maar. Ja, en normaal dus, gooi je mensen scalpels ook meteen weg. Na de operatie. Na de operatie. Dan gaat meteen in zo'n bak. Ja, dus haal hem even apart. Ja, precies. Maar hij is dus wel super scherp en je kan hem natuurlijk daarna ook nog voor andere hobbyprojecten gebruiken. Ja. In de tijd dat je ene bakje in het water aan het verzadigen is, kun je natuurlijk die andere snijden. Ja. Dan kun je de ene modelleren en de andere modelleren. Ja. En jouw idee van het werken met stempels? Ja, lijkt gewerkt te hebben. En dat gaan we volgende week, als hij gedroogd is en wij gaan verder met het project, dan gaan we dat zien of het echt gelukt is. Maar ik zie in ieder geval al staan wat ik heb geschreven. En dus jullie hebben meegekeken in de video. Keys. Keys. Oftewel, sleutels. Een sleutelbakje. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus, ja. En we hebben het nu wel gedaan op, op de lederkant. Dus ja, op een gladde. De suede kant. Precies, op een gladde kant. Ja. Dacht, misschien zie je dat het beste. Ja, denk ik. Dus, wij laten het even drogen. Volgende week gaan we verder met deze video. En komen we bij je terug. Dat is leuk, hè? Dit. Heel erg leuk, ja. En ik heb Sas even gevraagd voor tips. Met de restjes leer. Dus daar komen we dan ook nog even op terug. Want je houdt echt wel veel over. Je hebt echt genoeg. Ja. Heerlijk. Dus ja, soms houden we daar niks mee doen. Misschien kun je wel sleutelhanger maken of zo. Ja, zoiets. Gaan we even over nadenken. Sleutelhanger. Ja. Leuk. Ja, even kijken wat we kunnen doen. Wat zou je nog meer kunnen doen met sleutelhanger? Nou, gaan we even een weekje over nadenken. Ja, is goed. Tot de volgende keer.